Hallo allemaal, uh, super tof dat jullie kijkt naar een nieuwe video op het YouTube kanaal van het Crypto Instituut. Mijn naam is Pieter Jans, vanaf steeds maandag 25 juli. En in deze derde video van vandaag bespreken we natuurlijk ook nog een technische analyse van Bitcoin. Maar voordat we deze technische analyse we gaan bespreken, moet ik natuurlijk zoals altijd eerst vermelden... dat deze video op geen enkele wijze geïnterpreteerd mag worden als financieel advies. Dat je daarom hoogstuit alleen maar kan gebruiken voor educatieve doeleinden. En in deze video beginnen we lekker uitgezoomd op het maandelijkse tijdframe... omdat we op dit moment natuurlijk in de laatste week van juli zitten... Op het moment dat deze weekender sluit, sluit namelijk ook de maandkendel van deze maand juli. Dus vandaar dat we ook eventjes in deze video gaan kijken naar het maandelijkse tijdframe. En dan zien we op dit moment dat we een mooie groene maand juli hebben. En was dit te verwachten? Ja, want zoals we al een aantal keer hebben besproken, zagen we natuurlijk dat Bitcoin drie rode maanden op een rij heeft geprint. En de laatste twee keer dat dit gebeurde, volgden daarna twee groene maanden. En op dit moment zien we dus dat we in ieder geval bezig zijn aan die eerste groene maand. Het is natuurlijk nog de vraag of we daadwerkelijk deze maand groen gaan sluiten. Daarvoor moet Bitcoin in ieder geval sluiten boven het level van ongeveer de 19.990 dollar. Zolang dat gebeurt, is deze maand gewoon heel erg mooi groen afgesloten. En zetten we daarmee tot nu toe gewoon deze historische prijsactie voort. Natuurlijk moet de volgende maand dan ook nog groen zijn om echt deze historie verder voor te zetten hierbij zien we wel dat wat tot nu toe heel tijd bespraken ook uitspeelt. Iets anders wat ook uitspeelt is de IME-ribben. Want we hebben het al zo vaak besproken hoe belangrijk de IME-ribben, zeker op die hogere tijdframes is om als support te bewaken in een run. En op dit moment is het natuurlijk een bear market. Dus dan weet je dat die resistance gaat worden als je eronder komt. En we zien dat we deze maand precies richting de onderkant van die ribben zijn gestegen. Die bij de 24.200 dollar ligt. En dat we daar ook afgewezen zijn. Dus hierbij zie je precies gebeuren waar ik voor waarschuwde. Op het moment dat we onder die EME-ribben closed de afgelopen maand, dat deze maand dus sowieso een resistance maand zou worden mocht ze weer groen gaan printen. Dat is dus gebeurd, we zijn groen gaan printen en we hebben dus die onderkant van die ribben getest als resistance. Het is voor Bitcoin dus de komende periode belangrijk om die 24.200 dollar te gainen. Als dat natuurlijk gebeurt, dan kennen we weer die onderkant van die IME-ribben. En kan het zomaar zijn dat we echt makkelijk kunnen stijgen richting die top van die ribben. Die op dit moment bij de ongeveer de 35K ligt. Als we dan gaan kijken als naar de RSI op het maandelijkse tijdframe, dan zien we daar weinig bijzonders natuurlijk. We zien dat we daar een mooie opleving nu hebben gekregen richting het level van de 43RSI. Daarmee zijn we op dit moment langzaam aan onderweg richting die 44 RSI... ...waar de bodem van de 2019 bearmark ligt op basis van de RSI. Komen we daarna natuurlijk verder omhoog... ...dan kijken we richting die bodem van de 2020 COVID crash... ...die ongeveer ligt bij de 48 RSI. En daarna komen we dus echt bij het interessante punt van die 50 RSI... ...waarmee dus de volgende boeren wellicht bevestigd kan worden... ...als we die dus in ieder geval weer weten te rekenen. Dus dat wordt sowieso natuurlijk het belangrijkste level op die RSI om die 50 weer te gaan rekenen en hopelijk zien we hem natuurlijk niet als resistance terug moet, want dat zou betekenen dat de bear market natuurlijk nog wat langer zou gaan duren, want de RSI zou echt de bevestiging dus kunnen gaan geven samen met een gain van de ribben dat er natuurlijk weer een nieuwe boeren zijn begonnen. Als we nu gaan kijken op het wekelijks tijdsframe voor Bitcoin, daar beginnen we ook lekker mooi op die IME-ribben. En dan zien we dat we daar nog steeds niet bij in de buurt zijn gekomen. Die komt natuurlijk elke week verder en verder omlaag, omdat we echt een stukje onder zitten. En op dit moment begint de ribben bij de 29k en loopt die ongeveer door tot en met de prijs even van 35.800 dollar. Maar zoals vaker besproken, moeten we eerst maar eens door die 200 IME weten te komen. En die ligt op dit moment deze week bij de 26.600 dollar. Weten we weten daar natuurlijk naartoe te stijgen. Dan wordt het echt wel weer interessant te zien wat we daar natuurlijk voor reactie gaan krijgen. We zien dat we nadat we een week ondersloten meteen we hebben geretest als resistance. Zoals we al eerder bespraken. En daarbij is natuurlijk die 200 IMA gewoon een belangrijke IMA-lijn. Om dus als resistance tegemoet te zien. Nadat we dus als support zijn verloren. Dus dat is sowieso ook een level wat we in de gaten gaan houden. Mocht Bitcoin dus verder gaan opleveren en dus eerst door die onderkant van die ribben op het maandelijks tijdsframe weet te komen. Als we dan gaan kijken naar de RSI op het wekelijks tijdsframe. dan zien we op de RSI natuurlijk nog steeds voor Bitcoin dat die bullish divergentie niet is aangemaakt. we die natuurlijk voor verschillende altcoins wel zagen en natuurlijk voor de belangrijkste Ethereum ook. Daarnaast zien we ook dat er geen sprake is van een hidden bearish divergentie die zou namelijk ontstaan op het moment dat we een hogere RSI top zetten dan de 34,5. Dat we gedaan hebben bij een koers van 30k. Maar dat is ook niet gebeurd de afgelopen week. Al leek het daar natuurlijk wel heel even naartoe te gaan. Maar we hebben de week ruim een stuk lager gesloten dan dat we zijn geweest. Dus op dit moment is er zowel op de RSI op het weekstijdsgegeven geen sprake van een bullish divergentie. Of een bearish divergentie in welke vorm dan ook. Dus nog steeds is het echt voor Bitcoin mogelijk dat we verder omlaag gaan corrigeren. En een keer een Mike candle. Gaan sluiten onder de level van ongeveer de 19.300 dollar. Doen we dat en zetten de RSI een hogere bodem. Dan hebben we in ieder geval die bullish divergentie op het wekelijks voor Bitcoin aangemaakt. En dan kunnen we dus wellicht echt makkelijker aan die hogere prijslevels gaan denken. Omdat voor mij echt een bullish divergentie op het wekelijks nodig is. Om het bodemsignaal in ieder geval voor deze periode neer te zetten. Als we dan nog een keer de grote Fibonacci op het werkelijkstijdscherm gaan bespreken. Die komt natuurlijk vanuit de Altum High die gezet is in november. Naar op dit moment de bear market bodem. En als we deze Fibonacci tekenen dan weten we dat het eerste level nog steeds heel erg ver weg ligt. Die ligt bij de 29.752 dollar. En daarmee dus in die hele belangrijke range tussen de 28 en 30k. Dat voor Bitcoin echt ontiegelijk harde resistance zal worden. Omdat het natuurlijk zo belangrijk support level was. Dat we natuurlijk hebben gebroken in deze bear market. En daarmee ligt dus ook het eerste Fibonacci level op dit moment van deze grote Fibonacci. Als we dan nu maar gaan inzoomen naar de lagere tijdsframes, dan gaan we natuurlijk door naar het dagelijks tijdscherm als eerst. En dan zien we op dit moment natuurlijk dat we een aardig rode candle vandaag aan het printen zijn. Dat is aan de ene kant niet gek, omdat we natuurlijk later deze week op een woensdag weer een Fed meeting hebben. Waarbij natuurlijk weer nieuwe interest rates in Amerika bekend worden gemaakt. En meestal. Er zijn renteverhogingen natuurlijk niet positief voor de financiële markten. Maar je ziet meestal dat deze dus al eerder in de week worden ingeprijsd. En dat lijkt op dit moment dus aan het doen zijn. Als we dan nu gaan kijken naar die ribben op het dagelijks tijdframe, dan zien we dat Bitcoin in ieder geval een poging heeft gedaan om door de bovenkant van de ribben heen te komen. Dat is niet gelukt. Het lukte ons zelfs niet om boven de 50 euro mee een candle body te sluiten. En op dit moment zien we dus helaas dat we ook weer onder de ribben aan het gaan zijn op het dagelijks tijdframe. Wat dus zou betekenen als Bitcoin weet te sluiten onder het level van ongeveer de 21.820 dollar. Dat we de volledige support van de IME ribben op het dagelijks tijdframe weer zijn verloren. En dat we dus weer helemaal opnieuw kunnen beginnen met het regainen van de ribben. En dat we daarbij op dit moment de bovenkant van de ribben tegenkomen bij een prijsniveau van 23.600 dollar. Dus het wordt een beetje spannend wat we natuurlijk vandaag aan het einde van de dag gaan zien. Of we dus de IMA-ribben als support weten te behouden. Of dat we dus weer helemaal opnieuw kunnen beginnen. En dus tot en met de 23.600 dollar in ieder geval last hebben van die IMA-ribben op het dagelijks tijdframe. Als we dan nu op dit moment kijken naar de RSI op het dagelijkse tijdframe. Dan zien we ook dat we daarmee op een kantelpunt zijn aangekomen. We zagen natuurlijk dat Bitcoin heel erg mooi boven die 50 RSI was uitgekomen. Maar dat we op dit moment die 50 RSI weer dreigen te verliezen. Natuurlijk we hebben nog 4 uur en 3 kwartier te gaan voordat de dagelijkse candle sluit. En Bitcoin heeft maar een hele kleine opleving nodig om weer boven die 50 RSI te komen. Maar als we natuurlijk daar weer onder komen dat zou weer erg zonde zijn. Want dat betekent dat we in dagelijks ook weer terug in dat bearish gebied worden gesleurd. En dat is natuurlijk iets wat we liever op dit moment voor Bitcoin niet zien. dat we gewoon mooi in die bullish zone blijven. En de 50 RSI daarmee dus ook als support testen. Dus dit ziet op dit moment ook niet al te positief uit voor Bitcoin. Als we dan nu verder gaan kijken naar de resistance en support levels. Die we kunnen tekenen op het dagelijks basis van de Fibonacci. We tekenen als eerste de Fibonacci die komt vanuit de high van 2022. Die natuurlijk in maart is gezet naar op dit moment de bear market bodem. En dan zien we dat het eerste level bij de 24.857 dollar ligt. Die hebben we dus vorige week net niet weten aan te tikken. We werden dus iets eerder tegengehouden door die IME-ribbon op het maandelijkse tijdframe. Maar weten we dus verder te stijgen, dan ligt de 0.236 dus bij de 24.857 dollar. En daarna kijkt we naar de 0.382 die dus in die belangrijke zone tussen de 28 en 30k ligt. namelijk bij de 29.351 dollar we nou, Een stukje lokaler kijken en kijken we naar de swing high die gezet is in mei, naar op dit moment de bear market. Bodem dan zien we op dit moment dat we dus nog steeds boven de 0236 zitten, die ligt namelijk bij de 21.085 dollar en dat we dus eigenlijk afgeremd zijn bij de 0382 die bij de 23.259 dollar zit. We zien dat we er wel een dag beter boven te closen, maar dat we er meteen eigenlijk weer onder worden gezet. Weet u dus uiteindelijk toch die 23.259 dollar te gainen? Dan kijk je richting de 25k. Waar dus ongeveer ook de grote week van mei staat. Waar dus liquiditeit is opgehaald. En daarmee dus belangrijk: Fibonacci level op de 0,5. En daarna de golden pocket tussen 26.773 dollar en 27.250 dollar. Kijk op dit moment naar de support levels op basis van het dagelijks tijdsframe. Dan tekenen Fibonacci die komt naar de bodem van deze bear market. Naar op dit moment de top van juli. En dan zien we dat we op dit moment proberen die 0382 tot support te bouwen. Die ligt dus bij de 11.696 dollar. Schieten we daar toch doorheen. En ja, dan kijk ik echt in de 0,5 bij de 20.900 dollar. En daarna de Connepop tussen de 20.104 en 19.888 dollar. Daarna heb je nog de 0786 bij de 18.970 dollar. Voordat we dus op dit moment aan deze beermarktbodem moeten denken van 17.527 dollar. Als we nu als naast nog gaan kijken naar het 4 uur tijdschema voor Bitcoin. Dan beginnen we daarmee ook met het kijken naar die IME ribben. En dan zien we dat we de ribben helaas hier ook als support zijn verloren. En daarmee ook de 100 en 200 IME op dit moment. Met de huidige 4 uur candle zijn we de 100 IMA ook als support verloren. We zagen al eerder dat we een aantal keer doorheen wisten te wikken. Maar de bovensluiten lukte ons nog. Maar de 200 IMA bracht ook resistance met zich mee. En uiteindelijk is het dus niet gelukt om de 200 IMA te kennen En zijn we dus de 100 IME verloren. Die ligt op dit moment bij een prijslevel van ongeveer 21.870 dollar. Dus weten we daar nog boven te sluiten deze 4 uur candle. Zou dat in ieder geval positief zijn en houden we de 100 IMA als support. Dan kunnen we weer doorkijken richting die 200 IMA. Die ligt zich bij het level van ongeveer 22.120 dollar. En daar ligt de ribbon op dit moment dus een prijslever van ongeveer 22.240 dollar tot en met de 22.400 dollar. Als we dan kijken naar de RSI op het 4 uur Dan moeten we heel erg gaan inzoomen om een bearish te gaan spotten. Want als we hier natuurlijk kijken dan zien we dat de RSI een top zet bij ongeveer de 72. Met een koers van ongeveer 22.700 dollar. En daarna loopt de koers dan toch helemaal op richting 24.200 dollar. Als we dan echt heel erg gaan inzoomen op die RSI. Dan zie je als je heel erg inzoomt dus dat de RSI met die topprijs echt minimaal een lagere top heeft gezet. Wat wel wijst op een bergsdivergentie dus op het 4 uur Wat wellicht dus deze afkoeling ook meer kracht geeft. Daarnaast zien we op dit moment dat we ook weer de 50 RSI zijn verloren. Dus dat ziet er ook niet heel erg positief uit. Um, dus deze kan natuurlijk weer als resistance gaan. ...functioneren op het moment dat we weer opleven... ...en daarnaast zit op dit moment op het vierde tijdsframe wel in bearish gebied. Maar aan de andere kant zien we op dit moment dat we ook hidden bullish divergentie aan het aanmaken zijn. We zien namelijk dat de RSI loopt bij de 50 RSI op de 18e staat... ...met ongeveer een koers van 20.800 dollar... ...en dat we op dit moment met een koers van ongeveer 11.700 dollar dus al een stuk daaronder zitten. Dus op dit moment zijn we wel bezig met het aanmaken van die hidden bullish divergenties... In ieder geval op de grotere plaat op het 4 uur tijdsframe. Maar echt lokaal zien we ze nog niet ontstaan. Dus daar is op dit moment nog een beetje aan het wachten op. Maar dit ziet in ieder geval wel weer een beetje positief uit. Dat we net zoals we van Matic al zagen. Ook voor Bitcoin op dit moment dus aan het werken zijn aan een hidden bullish divergentie. Daarnaast is het ook heel erg onwaarschijnlijk dat Bitcoin richting de 19.300 dollar ongeveer zakt. Uh, en daarmee dus ook de RSI's hard zien daar. De RSI zit namelijk op dit moment al bij ongeveer de 37. Terwijl de RSI low daar op ongeveer een level zit van 27. En dat koersverschil is op dit moment nog heel erg groot. Dus de kans is groter dat de RSI daar een stuk onderschiet. En dat we daarop dus ook een hele bullish divergentie gaan maken. Dan dat we hem niet gaan maken. Dus dat zijn dingen die er op dit moment wel weer wat positiever uitzien voor Bitcoin. Als we in ieder geval kijken naar bullish en bearish divergenties. Als we dan nog verder gaan kijken op het 4 uur tijdsframe, dan zien we dat we een heleboel verschillende trendlijnen hebben. De eerste trendlijn die ik wil bespreken is de opwaarts support trendlijn die we hebben ingezet vanuit de bodem van de 13e van juli. Als we namelijk een trendlijn zo gaan tekenen, dan zien we dat Bitcoin op een gegeven moment deze trendlijn als support is verloren. Je kan hem natuurlijk op verschillende manieren proberen te connecten, omdat je ook uh, af en toe een uitschietende wik hebt. Maar als we hem zo op deze manier op dit moment tekenen, dan zien we in ieder geval dat Bitcoin sinds dat we eronder zijn gevallen, deze lijn verschillende keren als resistance heeft geretest. Wat dus bewijs dat dit een belangrijke supportlijn in ieder geval lokaal was waar we niet doorheen wisten te breken. Als Bitcoin dus weer verder weet op te leven, dan is zeker deze trendlijn dus belangrijk om in de gaten te houden als resistance. Op dit moment zouden we deze tegenkomen bij ongeveer een prijsniveau van de 23.400 maar deze loopt natuurlijk verder op naarmate de tijd vordert, omdat dit een opwaartse lijn is. Als we dan nog kijken naar andere trendlijnen, dan zien we op dit moment dat Bitcoin een falling wedge of bull flag, hoe je het noemen wilt, aan het aanmaken is. Als we namelijk vanuit de toppen een trendlijn gaan tekenen, dan zou je deze op dit moment zo ongeveer kunnen tekenen. Hierbij heb je namelijk nou de meeste touchpoints. En als we dan een supportlijn gaan tekenen, dan zou je deze zo kunnen tekenen. En dan zie je op dit moment dat Bitcoin dus verschillende keren al support op deze trendlijn heeft gevonden. We zijn ook een aantal keer doorheen gewerkt, waardoor je natuurlijk ook op verschillende manieren zou kunnen connecten. Maar op deze manier vind je dus samen met candle bodies en Wix de meeste connectiepunten. Op dit moment zien we dus ook weer dat we met deze 4 uur Candle heel erg mooi die onderkant van die supportlijn aan het testen zijn. Hiermee lijkt het meer op een falling wedge-formatie omdat deze natuurlijk steeds nauwer wordt. En bij een bullflex zie je meestal dat het een soort kanaal is waarbij de lijnen evenwijdig zijn. Mocht dit toch een bullflex zijn voor Bitcoin, dan kun je dus rekening houden met een prijsstart. Dat komt vanuit deze low, dus helemaal naar die top. En als we dan vanaf hier ongeveer zouden uitbreken, dan mag je op dit moment rekening houden met een prijsstart van ongeveer 27.600 dollar. Maar naar mijn mening is op dit moment dit meer een soort falling wedge dan echt daadwerkelijk een bull flag. maar het zou dus ook ten alle tijde nog uit kunnen spelen als een soort bull flag. met een start van 27.600 dollar. Als we nu als laatste op het vierde nog gaan kijken naar de lokale support en resistance lijnen, dan teken op dit moment vanuit deze bodem dus een Fibonacci om dus de supportlijnen te bepalen. En als we deze dan vanuit het bodem van 13 juli naar dus de top van de 20ste tekenen dan zien we op dit moment dat we bijna bij de 0.5 zijn aangekomen. Die ligt namelijk bij de 21.592 dollar. Schieten we daar er kijk ik in de golden pock tussen 20.956 dollar en 20.784 dollar. En daarna de 0.786 bij 20.051 dollar. Voor het dus bij de low van de 13 jaar aankomen bij de 18.897 dollar. Kijken we dan op dit moment naar nog een resistance level wat we nog te gaan hebben op basis van een voorgaande Fibonacci. Want die komt vanuit de top van 8 juli naar de bodem van 13 juli. Dan zien we op dit moment dat we als eerste weer een poging kunnen gaan doen om de 1 level te regenen. Die dus bij 20.472 ligt. Daarna de 1.236, 23.320 dollar. En dan hebben we nog de 1.618 natuurlijk als vaak het eindtarget bij de 24.693 dollar. Die we op dit moment nog niet aangetikt. Maar dat zijn sowieso natuurlijk levels waar we nog rekening mee kunnen gaan houden. En dan was dit weer voor deze technische analyse van Bitcoin. Voor deze video leuk, laat dan zeker een duimpje omhoog achter. En berg niet gaan naar YouTube-kanaal. Doe dan zeker een neer, doe neer te klikken. En berg van de community. Doe zeker via het linkje in de beschrijving. En dan spreek jullie morgen weer met een gloednieuwe video. En wens jullie, jullie nog een hele fijne maandagavond toe. Tot morgen.